Hoi, Robin hier en welkom bij de eerste aflevering van Robben's Mol Talk. Dit is een serie welke ik de komende weken wil gaan uploaden met alle hints en theorieën die ik samen met een beetje behulp van het internet heb gevonden. De reden waarom ik dit wil doen is eigenlijk heel simpel. Ik vind het gewoon heel leuk om te doen. En ja, daarom gaan we ook dit seizoen weer de gok wagen. Dan is het tijd voor aflevering 1 van seizoen 24 van Wie is de Mol? De opening van de aflevering was leuk om te zien. Blijkbaar ook heel erg spannend voor de mol bleek achteraf. En dat achteraf was omdat de waarzegster zei nadat ze terug waren gekomen dat de mol hun hand heeft geschud. en ook met hun mee aan het zoeken was. tijdens uh, hun eigen zoektocht om een topito te ontvangen. Before you go, the mol asked me to tell you that it was zo so leuk. Nice shaking je hand. when you entered this party. Maar voordat we de eerste opdracht gaan bespreken gaan we eerst door naar de titel van de aflevering. De titel van de aflevering was een handje helpen. Daar kan je natuurlijk op meerdere manieren naar kijken, ook voor deze aflevering. Te beginnen natuurlijk bij de binnenkomst van de kandidaten dat ze sowieso allemaal de handen schudden. Maar ook dat de mol een handje wordt geholpen wanneer de kandidaat een kaart moet kiezen met een symbool erop. Ja die ze moeten zoeken om een vrijstelling te kunnen krijgen. Een ander moment uh, natuurlijk was dat Babs en Anna juist niet de mol een eindje hebben geholpen. Nadat ze dus 6.000 euro in de pot uh, bij hebben gespeeld. Ja, ja, ja. Ik was... ja, dan moet je toch ook wel als mol wel heel veel moeite doen uh, om daarop blij te reageren. Iets uh, waar Jeroen en Kees een klein beetje moeite bij hadden. En dan is nu ook wel een beetje de vraag bij wie het voorstel vandaan kwam. En na het nog een keer gekeken te hebben, bleek dat het voorstel bij Jip vandaan kwam. En dat Arna met het idee vandoor ging. En of dat zo bewust is gedaan in de montage, of juist niet. Ja, geen idee. Maar het was dus wel een zeer opvallend moment. Dan gaan we door naar opdracht 1 genaamd Dia del Dopito, of Dia del Topo. Vrij vertaald de dag van de mol of moldag. De kandidaten konden. Hero een vrijstelling krijgen voor een van de eerste drie afleveringen van Wie is de Mol. Deze konden ze dus krijgen wanneer ze binnen 10 minuten hun symbool hadden gevonden en de mol hun Topito nog niet had afgenomen. Ja, dat is ook wel een heerlijke vuurdoop voor de mol, omdat hij of zij natuurlijk al vanaf seconde 1 ontdekt had kunnen worden. Ik denk dan ook als mol zijnde dat je zeker in deze opdracht niet een vrijstelling zou willen krijgen... Zeker omdat je weet dat, de, dat je in de volgende opdracht uh, 1000 euro in de pot bij kan spelen. Ja, dan uh, wordt de lijst uh, toch wel heel erg uh, verminderd naar uh, Anna, Fons, Jip en Justin. Voor Justin uh, zou het uiteraard een ideale opdracht geweest zijn, omdat hij natuurlijk een drag queen is. Maar ik speel ook constant een beeld in mijn hoofd uh, af, die ik ook zag tijdens de echte uh, molto. En daar zag ik iemand met uh, ja, lang rood haar. En ik zou bijna zeggen dat dit uh, jip is. Maar het lijkt mij vrij onwaarschijnlijk om dat uh, nu al zo uh, overduidelijk in beeld te brengen. Maar goed, toch even in de gaten houden. En natuurlijk, over het internet zijn er dus ook mensen die Jeroen hebben gezien. En uh, ook weer uh, nou ja, Justin hebben gezien. Het zou natuurlijk allemaal kunnen. Maar ja, Jeroen heeft een baard. Dus die moet je dan. Daar moet je dan echt heel veel moeite voor doen om dat te kunnen verbergen. En er zijn natuurlijk ook mensen die Anna hebben gezien. Maar ja, we gaan het de komende weken ontdekken wie het is geweest. In ieder geval tot zover opdracht 1 en dan gaan we door naar opdracht 2. Opdracht 2 is ook wel speeddate genoemd, waar de kandidaten die geen vrijstelling hadden, de andere kandidaten die wel een vrijstelling hadden, hun vrijstelling konden kwijtspelen. Hier viel natuurlijk op dat Babs en Anna aan het einde van de opdracht elkaar een boks gaven, omdat niemand meer de vrijstelling had, maar er wel 6000 euro in de pot zat. Ja, eigenlijk van Babs was het al zeker dat zij dan niet te mol zou zijn. En Anna wordt hiermee ook wel een stuk minder verdacht gemaakt. Het kan natuurlijk zijn in het begin, dan wil je natuurlijk zoveel mogelijk kandidaat spelen om niet gelijk verdacht te worden. Dus het zou ook heel goed kunnen zijn dat dit wel een uh, molactie uh, actie was. Maar goed, dan ook weer. Het lijkt mij niet zo het geval dat de mol moedwillig zoveel geld in de pot uh, erbij zou willen krijgen. En dan uh, gaan we door naar de derde en laatste opdracht van deze aflevering. De titel was genaamd Afschilderen, waar uh, 2500 euro verdiend kon worden en er uiteindelijk maar 500 euro in de pot bij is gekomen. Hier uh, kon op de posities van de schilderijen vrijspelen en het kiezen van de schilderij gemold worden het schilderen zou je niet zo snel doen omdat je uiteindelijk dan maar maximaal 500 euro uit de pot haalt en bij het openen van de sloten was het natuurlijk kees die heel erg opvallend bezig was Het ene moment kon hij dus niet zien zonder zijn bril. Het andere moment kon hij, kon hij toch perfect zien met zijn bril. En uiteindelijk ja, was hij ook zo gezegd het overzicht kwijt welke nummers hij had genoemd en welke hij niet had genoemd. Het was een aparte situatie, maar ook hier kon zowel Anna als Tooske mollen door moedwillig constant de verkeerde codes in te vullen en door aan te geven van ja ik weet niet wat de code is, heb ik al gehad, heb ik al geprobeerd, nou dat soort dingen. En op de plek uh, waar Rian en Babs waren, waar ze dus de schilderijen moesten kiezen die uh, perfect overeenkwamen, ze kozen daarvoor, daar ook niet voor om 1300 euro neer te leggen. Um, om de schilderijen te krijgen en hopen dat ze alle schilderijen goed hadden, zodat ze alsnog 1200 euro voor de pot mee konden nemen voor deze opdracht. Natuurlijk wordt hier uh, Rian uh, erg verdacht gemaakt, omdat zij constant uh, de hand van, uh, van het aapje over het hoofd zag. De, het, zijn natuurlijk, het is natuurlijk de eerste aflevering en er wordt er altijd heel veel. Uh, uh, en heel veel mensen worden dan overduidelijk in beeld gebracht, waarvan je dan denkt: van nou ja, die kan ik dan echt wel. Uh, Afstrepen als mol en waarschijnlijk is dat ook hier in deze situatie hetzelfde geval. En dan uh, gaan we ook gelijk daarmee door naar de test- en executie van deze aflevering. Um, ja, de aflevering waar Babs uh, eigenlijk uh, af is gevallen, maar misschien ook nog niet. Want uh, wanneer zij dus in de, in de bus stapt uh, om van de locatie te vertrekken, krijgt ze haar uh, topito terug en daarbij wordt gezegd dat ze deze moet bewaren. Dus dan rijst hij bij mij gelijk de vraag van, nou ja, gaat ze daar terugkomen in het spel? Kan ze meer geld uit het spel wegspelen? Of komt ze met anderen terug? Of gaat ze hier voor iemand in de plaats komen? Nou, in ieder geval, dit heeft mij wel weer aan het denken gezet. En ik denk dat we dat ergens de komende afleveringen ook wel weer terug gaan zien. Uh, wat ze daarmee moet gaan doen. Het uh, zou in ieder geval wel een hele mooie draai geven aan uh, dit seizoen van uh, Wie is de Mol. Um, ja, voor wie ik uh, nu verdenk. Um, ook al is het natuurlijk heel erg vroeg in het spel, is Anna uh, Kees en Fons. Uh, Anna die het uh, gedurende de aflevering met iedereen een beetje meespeelde. Uh, Kees vanwege het opvallende gedrag bij opdracht 3. En Fons, ja, geen idee nog, uh, maar dat is een beetje een uh, onderbuikgevoel. Wellicht uh, dat je je afvraagt, ook van ja, waarom staat de uh, Jip dan hierbij? Omdat ik haar heb genoemd uh, bij de eerste opdracht, waarvan ik denk dat zij het zou kunnen zijn. Um, en ook bij de tweede opdracht. Ja, dat is ook al wat ik eerder zei. Het is uh, zeer onwaarschijnlijk dat de mol zo overduidelijk in beeld wordt gebracht. Ik uh, streep haar nog niet helemaal weg, maar ik hou het zeker nog wel in gedachten. Uh, maar goed, uh, laat me weten via de link in de beschrijving wie jullie denken uh, dat de mol is. En dan uh, gaan we dat uiteraard uh, de volgende aflevering bespreken. En zoals ik uh, ook in mijn vorige video al heb gezegd, zit ik momenteel in een verhuizing. Uh, voor aankomende week zal het betekenen dat ik de video niet op maandag online zal laten komen, maar dat dit waarschijnlijk later in de week zal komen. Uh, wanneer durf ik nog niet precies te zeggen, uh, maar dat hangt gewoon heel af van de hele situatie, hoe de verhuizing gaat. In ieder geval wil ik jullie hiervoor bedanken voor jullie geduld. En dat is ook waar ik het voor nu bij ga laten. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. Als je dat hebt gedaan, laat dan een like achter en vergeet niet te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet dan niet de belletje aan te zetten zodat je een bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu uh, later.